Even repeteren nog, of niet? Oh, sorry. Hoi, ik ben vandaag bij Stefan Timmers. Hallo. Stefan is net als ik illustrator, maar hij maakt moeilijk ingewikkelde perspectieftekeningen, zoals deze en deze. Vandaag gaan wij Pictionary spelen. Als we Pictionary gaan tekenen, moet je natuurlijk heel snel tekenen. Of dat een voordeel is dat ik simpel teken. Maar tegelijkertijd denk ik ook dat als je ingewikkeld kan tekenen, dan kan je het ook simpel houden. Ja, dat denk ik dus niet. Ik heb wel eens eerder Pictionary gespeeld en daar was ik heel slecht in. Omdat ik allemaal details ging tekenen van koplampen, van auto's en weet ik het allemaal niet. Dus nee. De regels, je woord moet binnen 30 seconden worden geraden door een ander. En wat nog meer? Je mag elkaar niet helpen. Je mag niks zeggen. Precies. Oh, en belangrijk, we gaan punten bijhouden. Dus we zien op een gegeven moment wel wie de hoogste score heeft aan het eind. Oké, wat zie ik? Een lampje, een vuur, een groot vuur, een haardvuur, een kampvuur, sterrenhemel, een vonk. Ja! Waarom ben ik hier blij om? Vrachtwagen, snelheid, auto, file, reizen, uitlaatgassen, tanken, tankstation, benzineprijzen, uitstoot, luchtvervuiling, broeikaseffect, milieuvervuiling. Tanken, wat is het? Ja, precies. Ja. Tanken. Maar wat? Het was verbruiken. Oké, het tweede woord van Lieneke. Even goed kijken hoor. Ik zie een soort van ballon. Nee, dat is geen ballon. Dat is een peertje. Het is een lichte een lamp. Ja, lamp. Was heel makkelijk. Serieus, heb je nou gewoon lamp als ja. woord? Ja. Oké, ik krijg waarschijnlijk zo meteen commode waaraan of zoiets. Als ik nou weer een moeilijke krijg, jongen. Ja. Top. Oké, ga je kijken. Ja, je mag kijken. Go. Oh. Zandkies. Obesitas. Dik. Ben je dik of ben je dun? Nek. Fysio. Afvallen. Dieet. Broodmager. Ja! Hoe kwam je daar nou opeens nog op? Nou, brood en mager. Ja, maar ik dacht een fysio en zo. Wat zei je nou? Fysio. En ik dacht nee, dat wordt niks. Ik zit 5, 4 en opeens kom je nog. Oké, dat had ik echt niet zien aankomen. Ik zit er helemaal klaar voor. Woord nummer 3. Oh jee. Ja, dit is een gezicht van een mevrouw. En ze heeft lang haar. Of het is een kalend iemand die lang haar heeft aan de zijkant met allemaal hartjes eromheen. Al die persoon is verliefd. Het is vrolijk. Ze is blij. Ze houdt van... Ze is heel blij en dus moeilijk. En, oh, de tijd is om. Dit was heel moeilijk, of niet? Aantrekkelijk. Jeetje, Mina. Tijd. Klok. Een horloge. Tijdreizen. Snelheid. Tijd vliegt. De tijd gaat door. Zon. Dag. Avond. Daglicht. Tijdverzet. Klokkijk. Oh. Ik ben heel slecht in raden. Het is mijn schuld. Ja, je zit heel dichtbij. Het is middag. Middag? Maar ik ga het grandioos verliezen. Hallo Nederland. Snel, begin. Wat is dit? Ja, dit is een taart. Met kaarsjes erop. En iemand gaat die uitblazen of zo. En dan... Oké, vlaggetjes. Verjaardag? Ja. Ja? Volgens mij was het verjaardag. Verjaardag, ja. Ja. Nou, weer een moeilijke krijg, jongen. Nederland. Benelux. Nederlands. Nederland. Nederland Koninkrijk. Nu zijn we niet meer op elkaar. Wonen. Verhuizen, immigreren. Naar Nederland toe, ja. Immigrant. Sorry. Oh. Ik weet het echt niet. Nee, dat geeft niet. Mag.
Het was import. Import? Importeren? Ja, import. Import. Het is wel goed, zeker. Dank je. Ja. Nou, Lieneke, hoe vond jij dat het ging? Ja, best goed. Ja, dat dacht ik al. Je denkt natuurlijk bij jezelf van, hij maakt wel leuke overzichtstekeningen met allemaal detail. Maar ik heb hem wel verslagen met Pictionary. Ik vraag me vooral af of ik wel goed genoeg kan raden. Dat is het meer. Oh, dat vind ik wel heel erg lief. Vergeet vooral niet om ook even te kijken op het kanaal van Stefan. Ik ken tekenen. Dus doe hoor. Niet ik kan tekenen, maar ik ken tekenen. Daar komt ook nog een video die we samen opgenomen hebben. Die is hopelijk wat serieuzer. Ja, we doen ons best, maar reken er maar niet op. Zie je daar. Doei. Hoi hoi. Dit komt aan het eind in de bloopers. Dat doen we gewoon 3 minuten lang. Alleen maar slechte shots. Ik doe het even vernieuwen. Mijn hand nu zo lekker in. Hoi. Hoi. Ik ben Stefan. En dit is... Lieneke. Nee maar. Ja, dat zou ik niet zeggen. Ik ook niet. Hij staat al jaren zo. Zo. Ja, okay. Beter? Ja, toch? Ja, helemaal goed. Top. Oh, sorry. Ja, ik laat jou het woord. Hoi. Ik ben hier vandaag bij Stefan Timmers. Okay. Moet ik dan wat zeggen? Nee. Dat is waar. Oh, wat een melige video is dit. Oké. Okay.